Je zou denken dat Matthijs van Nieuwkerk zijn lesje wel heeft geleerd na al die onthullingen over zijn akelige gedragingen op de werkvloer, maar niets is minder waar. Jelleke van Rijsoort, een van de weinige oud-DWDD-medewerkers die zo moedig was om met naam en toenaam naar buiten te treden over zijn tyrannieke gedrag, vindt dat Matthijs terug is bij af. Jelleke heeft net als veel andere mensen jarenlang last gehad van de bizarre gedragingen van Matthijs. De presentator hing zijn oud-visagiste zo ongeveer op aan haar föhn, zo raar gedroeg hij zich. Na het uitbarsten van de DWDD-rel stond de TV-miljonair ineens open voor een gesprek, en zo kan het dat zij tweemaal een rondje heeft gelopen met hem. Er is bewijs van, een van die sorry-rondjes is bij toeval gefotografeerd door een Story Paparazzo. En dat sorry-gesprekje was volgens Jelleke hard nodig, het heeft jaren in mijn systeem gezeten. Ik kon niet goed in groepen functioneren, was continu alert. Ik was altijd bang dat er iemand op zou staan en tegen me zou gaan schreeuwen. De psycholoog van Jelleke was sceptisch over die rondjes met Matthijs, vertelt ze in de Volkskant. Hij zei, hij heeft jaren de tijd gehad om zijn excuses aan te bieden. De psycholoog waarschuwde, jij bent op zoek naar een menselijke reactie, maar ik denk dat hij dat niet gaat geven, hij gaat je gebruiken om te zeggen dat hij hard aan zichzelf heeft gewerkt. Hoe kijkt ze daar inmiddels naar? De psycholoog had gelijk. Toen kwam NRC. Zijn excuses voelden niet oprecht, het ging voornamelijk over hem, minder over de oud-DWDD-ers. Dat deed pijn. Jelleke vindt het nog erger dat Matthijs bij RTL tekende zonder het rapport over de DWDD-ellende af te wachten. Een dikke middelvinger. Ik heb hem geapt dat ik het respectloos vond dat hij niet had gewacht. Daarop liet hij me bellen door zijn manager, die zei dat hij heel veel respect voor mij had gedraagt Matthijs zich nou weer heftig tegen die visagisten? Je laat je manager daar toch niet op antwoorden? Ik heb hem nog een appje gestuurd dat hij ook wel zelf met mij kon bellen of appen. Ik heb niks meer van hem gehoord. Ronald Molendijk vindt dit belachelijk, zegt de muziekkenner in Show Ik vind dat wel heftig om te lezen. Dan denk ik zelf wel een beetje van het had wel netjes geweest als Matthijs dan zelf had geantwoord, maar ja, goed, je kunt in het leven ook niet alles goed doen, denk ik dan maar. Maar daar kon hij wel bonuspunten mee scoren natuurlijk. Privébaas Evert Santegoets hoopt voor Matthijs dat het rapport meevalt. Als het echt zo heftig is, dan kan het nog wel een flinke staart krijgen, mogelijk zelfs voor het nieuwe contract van Matthijs. Want als hij heel erg beschadigd zou zijn, dan weet ik zeker dat er in het RTL-contract nog wel een clausule staat om weer van hem af te komen.